Dit filmpje gaat over negatieve getallen. Wat zijn negatieve getallen en hoe werk je met negatieve getallen? Je komt overal negatieve getallen tegen. Op de thermometer, hier als je de temperaturen ziet in het weerbericht en als men spreekt over landhoogten en zeediepten. Ik leg je best uit wat negatieve getallen zijn aan de hand van een thermometer. Een thermometer wordt verdeeld in twee delen door 0 graden Celsius. Boven 0 graden Celsius, dat zijn de positieve temperaturen en die tellen op vanaf 0 graden Celsius. Onder 0 graden Celsius, dat zijn de negatieve temperaturen en ook zij tellen vanaf 0 graden Celsius. Want onder 0 graden ligt min 1 graden, daaronder min 2, daaronder min 3, min 4, min 5 en zo verder. Tussen 0 graden en 5 graden Celsius, daar is precies 5 graden verschil. En tussen 0 graden Celsius en min 5 graden Celsius, ook daar is 5 graden Celsius verschil. Tussen 5 graden Celsius en min 5 graden Celsius is dus 10 graden verschil. We gaan ook het gemiddelde berekenen van negatieve en positieve getallen. Het gemiddelde bereken je door alle getallen op te tellen en dan te delen door het aantal. Hier zie je de gemiddelde temperaturen van deze week. We gaan beginnen met het optellen. 6 graden Celsius plus 0 graden plus min 4 graden Celsius plus min 8 graden Celsius plus 1 graden Celsius. Nu zie je hier een probleem, want er staan twee tekens na elkaar, een plus en een min. Als die bij elkaar staan, dan wint min. Dus plus een negatieve temperatuur, dan gaat die temperatuur eraf. Ik schrijf eventjes opnieuw. Dat wordt dan 6 graden Celsius plus 0 graden Celsius, min 4 graden Celsius, min 8 graden Celsius plus 1 graden Celsius. Als je deze oefening gaat doen en je kan niet goed volgen, neem er dan een thermometer bij of teken een thermometer, dan kan je daar de sprongen maken. 6 graden Celsius plus 0 graden Celsius, dat blijft 6 graden Celsius natuurlijk. Ik doe dus 6 graden min 4 graden Celsius. Dat wordt 2 graden Celsius. 2 graden min 8 graden, dan duik ik onder het nulpunt, dan krijg ik min 6 graden Celsius. En doe ik daar nog plus 1 graden Celsius bij, dan krijg ik min 5 graden Celsius. Ik heb dus al alle getallen opgeteld, maar voor het gemiddelde moet ik ook nog delen door het aantal. Min 5 graden Celsius gedeeld door 5, want ik heb 5 temperaturen opgeteld, dan heb ik min 1 graden Celsius. En dat is de gemiddelde temperatuur van deze 5 weekdagen. Enkele tips. Denk aan het minteken bij negatieve getallen en aan de maateenheid graden Celsius. Zo bereken je het gemiddelde. Alle getallen optellen en delen door het aantal. En onthoud, als je een negatief getal optelt, dan gaat het getal er eigenlijk af.